Als je ondernemer bent en je gaat binnenkort bevallen, dan zijn er een paar zaken waar je rekening mee moet houden. Vandaag is Sheila Tan te gast en zij gaat hierover vertellen. Hallo, ik ben Sheila Tan van Presta Webbouw. Als je zelfstandige bent of een eigen bedrijf hebt en je bent zwanger, dan kom je in aanmerking voor de ZEZ-uitkering. ZEZ staat voor zwanger en zelfstandig. Ik vertel eerst wat over de uitkering en heb daarna nog wat algemene tips over ondernemen en zwangerschap. Om even bij het begin te beginnen. Wat is de ZEZ-uitkering? De ZEZ-uitkering is een uitkering waar je recht op hebt tijdens je zwangerschapsverlof. Je hebt er minstens 16 weken recht op. In principe loopt deze uitkering van 6 tot 4 weken voor de uitgerekende datum tot minstens 10 weken na de bevalling. Dus als je bijvoorbeeld na de uitgerekende datum bevalt, heb je toch recht op 10 weken uitkering na de bevalling. Hoe hoog de uitkering is, hangt af van hoeveel uur je in het bedrijf hebt gewerkt. Als je in het voorgaande jaar 1225 uur in je bedrijf gewerkt hebt, krijg je 1594 euro per maand. Als je minder dan 1225 uur ondernomen hebt, krijg je minder. En dan nu praktisch. Hoe en wanneer vraag je de uitkering aan? De uitkering vraag je aan bij het UWV. Zij verstrekken de uitkering. Het is het beste om de aanvraag tussen de 24ste en 30ste week van je zwangerschap te doen, zodat deze tijdig verwerkt kan worden en je de uitkering tijdens je verlof krijgt. Ben je vergeten de uitkering aan te vragen of wist je niet dat deze bestond? Dan is het ook mogelijk om de uitkering met terugwerkende kracht te krijgen. Vraag deze binnen 1 jaar na het ingaan van je verlof aan. Dan heb je nog recht op de volledige uitkering. Nu nog wat tips voor je onderneming. Zwanger zijn en bevallen heeft natuurlijk invloed op je bedrijf, afhankelijk van wat je doet. Hier wat zaken om over na te denken. Punt 1. Draait je bedrijf door? Dit ligt eraan. Heb je personeel? Dan kunnen zij een groot deel van de taken overnemen. Werk je alleen? Dan kan je kiezen of je vervanging inhuurt of dat je bedrijf even on hold zet. En punt 2. Communicatie. Zeker als je niet of minder bereikbaar bent, is het belangrijk om dit duidelijk naar je klanten te communiceren. Bijvoorbeeld met een out-of-office e-mail. Je kan kiezen of je in die communicatie wel of niet expliciete aandacht aan je zwangerschap besteedt. Om even samen te vatten. Als zwangere zelfstandige heb je recht op 16 weken ZEZ-uitkering. Deze is maximaal 1594 euro per maand en vraag je aan bij het UWV. Ook handig om te weten, je verlof heeft geen invloed op je zelfstandige aftrek. Kijk voor meer informatie onze video's over het urencriterium en de zelfstandige aftrek.